Is Mauricio Pochettino, de trainer van Espanyol. Zijn ploeg staat voorlaatste en komt heel moeilijk tot scoren. Zelfs met de hulp van de tegenstander lukt het niet. Godin kopt hem bijna in eigen doel, maar Diego Lopez kan de bal nog net tegenhouden. Die van Espanyol willen graag een goal, maar de herhaling toont dat het gewoon een knappe save is van Diego Lopez. Aan de overkant is de doelman minder secuur. Kameni komt uit, houdt dan weer in, glijdt uit. Heel makkelijk voor Fuentes. Hij kopt de bal gewoon midden in de goal. 1-0 voor Villarreal. In de tweede helft probeert Espanyol wel, maar het is altijd hetzelfde verhaal. Scoren gaat o zo moeizaam. Raúl Tamudo, nochtans de topschutter uit de clubgeschiedenis, kan hier de bal niet laag houden. Was misschien wel moeilijk, want de bal botste net. Op het uur dan infiltratie. Nee, de kapbeweging en het voetje van Godin, dat blijft hangen. Godin krijgt geel, Espanyol krijgt een strafschop. En wordt dit dan de goal voor Espanyol? Nee, Luis Garcia knalt de penalty tegen de lat. Espanyol krijgt maar geen doelpunt gemaakt. Villarreal 1 en dat volstaat voor...